foto staan. Blijf je wel zitten dan? Nee, niet doen. Niet op mijn bankje lopen zetten. Ga zetten. In Limburg is de zomervakantie begonnen. En om dat te vieren mogen alle kinderen een nachtje in de woonkamer kamperen. Lief, bengen. Kijk uit, kijk uit. Gideon, alsjeblieft. Gideon. Je mag niet denken. Leuning, vast, lopen, naar beneden. Leuning vast, nu. Ja, loop maar naar beneden. Ik geniet ervan als thuis zijn. Ik vind dat lekker. Voor mij mag de vakantie gewoon even duren. Het kost wel energie. We hebben er al thuis. Ze zijn overal aan het springen en zo. Waarom eet je haar broodje op? Een klein stukje. Ja, ik vind dat niet grappig. Waarschijnlijk heeft ze die eerst helemaal afgeleverd en dan stop jij hem in je mond. Kusje, mama. Nee, dankjewel. Kusje. Voor Rob en Tayla hoort de chaos er gewoon bij. Opvoeden is niet makkelijk. En het is altijd de weg die we zeg maar zoeken. En ik ben gewoon van mening, of ja, wij zijn van mening. Wij zijn gewoon van mening dat als je als een sergeant op je strepen staat... Kijk, in sommige momenten moet je consequent zijn. Dat klopt, sommige momenten. Maar wij vinden kinderen moeten kinderen blijven. En ze hebben hun eigen ik ook. En dat is ook vaak het moeilijke daarvan. En ik bedoel, kinderen moeten niet bang voor je zijn. Ze moeten wel respect voor je hebben. Maar ik heb zoiets van wel met een bepaalde luchtigheid. In al zijn optimisme heeft Rob besloten om met z'n allen een spelletje te gaan doen. Kijk, de bedoeling is... Dat wij... Als je nou schoenen allemaal op de bank gaat zetten... Dat jullie of zinnen napraten... En jullie hier met de schoenen... Of... antwoord geven... Ik ben al loes, wat denk jij dat? Wie wil een spelletje doen? Niemand? Je schoot je aan. Niet waar. Wie wil een spelletje doen? Ja! We gaan proberen om een spelletje te doen. Net zaten ze allemaal heel aandachtig en nu zijn ze een beetje verspreid. Houd de bank aan. Hou je mond. Moet veel geduld hebben. Kom, blijf zitten nou. Kom. Het gaat erom dat wij vinden dat de kinderen niet hun eigen ik verliezen. En ja, wij hebben gewoon zoiets van, dat moet je wel blijven en laten ontplooien. En niet in de zin van, ja, wij vinden dat het zo moet, dus je moet het maar gewoon zo doen en that's it. Kom, gaan we spellen doen, ja? Als anderen niet willen luisteren, willen ze niet luisteren. Dan hebben ze pech gehad. Wie woont in het Witte Huis? Ja, dat weten hun toch niet? Nee, dat is... Ja. Donald Duck! Bijna goed. Ik zal niet zeggen dat wij goede ouders zijn, helemaal niet. Ik bedoel, we doen ons best. We proberen het zo te doen dat de kinderen wel met ons in respect blijven. En niet als we als sergeant blijven duwen en sturen en dit en dit en dat. Ben je boos? Poep in die doos. Bestaat dat hier? Bestaat het hier echt? En ik wil ook geen soldaatjes die heel netjes allemaal zo... Papperiggen. Ik wil gewoon dat ik dadelijk kinderen heb die gelukkig zijn. Gezond zijn. En iets doen waar ze volledig achter staan. En waar ze hun geluk in kunnen vinden gewoon. De farao. Kant zijn. Puntbaardje. Goedemorgen, tijger. Goedemorgen, Felix. Ik ben niet op mijn liggen. Felix. Ja. Maar dan kan ik ook niet liggen. Ik ben moe. Heb je goed geslapen? Ja. Ik ook. Jij niet? Ik heb slecht. Je hebt slecht? Ja, ja. Want het is toch mooi, vader zijn? Ik hou van jou. In Rotterdam woont papa Jay. Hij staat er nog altijd alleen voor. En met 5 kinderen heb je dan een hele kluif aan het huishouden. Maar zoals we van Jay gewend zijn, heeft hij ook daar iets op bedacht. Felix gaat vandaag voor de eerste keer haar kamer zuigen. Nee, is geen kinderarbeid, Kalita. Hey, ik ben trots op jou.
En nu de kinderen het huis onder handen nemen, heeft Jay tijd om een verrassing voor zijn oudste dochter Talita te bedenken. Talita, die zit in groep 8. Er is een afscheidfeest. Ze zegt, papa, kan je maar het doen? Ik zeg, tuurlijk, ik ben je vader, ik doe het voor je. Wat wil je? Ze zegt, stel het maar in krullen. Saai, nee, dus ik moet iets anders. Als verrassing, ja, ga ik haar make-uppen. Oogpotlood. Eyeliner. Ik heb die plamuur dingen, kan ik je weten toch? Nee. Ik heb mijn moeder gebeld. Ik zeg, zoet, ga naar de winkel. Je weet toch, ga kijken wat voor make-up, je weet toch. Maar papa Jay's make-upkennis is beperkt. Toch heeft hij het ambitieuze plan om zelf make-up uit te zoeken voor zijn tienerdochter. Ja. Is allemaal nieuw voor mij dit. Ik weet ongeveer wat de moeder gebruikte. Dus ik dacht, ik pak gewoon wat basic dingen. Dit zijn dingen voor oog, denk ik, hè? Dit is toch voor de wenkbrauwen en zo? Ja, ja. Mascara voor de wenkbrauwen. De vraag is of ze Talita dan nog wel binnen durven laten op het eindfeest. Jay is goed met een stijltang en nagellak, maar dit lijkt toch te hoog gegrepen. Ik zou niet weten waar ik moet beginnen. Het verbaast me echt dat je zoveel dingen hebt om mooi te willen spelen of te zijn. En als je dan iets gekozen hebt, moet je ook nog weten hoe je het gebruikt. Hoe breng je dit op het gezicht? Nou, dit is een highlighter. En dan breng je hem gewoon met een kwastje aan. En dan gebruik je hem gewoon heel lichtjes. Yeah. En dan breng je gewoon echt gewoon letterlijk een kaaklijn aan hier, een beetje deze kant. Yeah. En je hebt geen gebruiksaanwijzing voor nodig. Oké. Nou, of dit een succes wordt? Jay lijkt vol vertrouwen. In Oudenbosch woont de familie.